Ja, Dennis, je vraagt me toch niks over de stand. Nou, ik kan het je laten zien. Dit is hem, kijk maar eventjes. Oh ja. Ja, wat zegt die stand jou? Ja, inderdaad. 6 punten uit 2 wedstrijden, dus dat doen we goed. Ja, en je ziet ook het aantal Ja, en 0 tegendoelpunten, dus dat is ook een heel goed teken. Je bent nu de enige ploeg in de tweede divisie zonder tegentreffers. Ja, precies. Nou, dat doe je. Ja, gewoon houden zo. Kan je een beetje beseffen wat jullie meemaken? Want we hebben het net al gezegd, het is historisch. Hè? 31 jaar terug was het voor het laatst dat je als ploeg 2 keer de 0 wist te houden. En 6 punten had. Dat landt dat al een beetje? Ja, aan de ene kant wel. Aan de andere kant ook weer niet. Want ja, je moet gewoon als team moet je natuurlijk gewoon verdediging de taak uitvoeren. En je wil gewoon als verdediger wil je gewoon ook de hele wedstrijd de 0 houden. En ik denk dat we dus vandaag krijgen we de tegenstander ook wel vaak genoeg op onze helft. Maar staan we wel volwassen verdedigen. Dus dat ziet er denk ik op zich best goed uit. Ja, ben jij ook even wat anders? Ben jij het ultieme voorbeeld van iemand die gewoon een constante voorbereiding draait en daardoor zich in de kijker speelt en daardoor gewoon een basisplaats afdwingt? Ja, lastige vraag. Ja, weet niet. Ik probeer gewoon altijd mijn best te doen. En ja, inderdaad, een voorbereiding is ook gewoon belangrijk voor jezelf ook om te kijken van hoe zit je erin en hoe speel. En ja, dan is het altijd, blijft het de keuze aan de trainer van ja, welk poppetje wil die op welke plek hebben. Dus eigenlijk heb je daar uiteindelijk toch ook geen invloed op. Ja, en dit jaar had je wel het geluk dat je zonder of blessurevrij kon starten in tegenstelling tot vorig jaar, hè? Nou ja, dat inderdaad ook. Vorig jaar kwam ik hier en toen was ik nog niet helemaal fit. En dat merkte ik ook aan mezelf. En dit jaar heb ik gewoon een goede voorbereiding kunnen draaien zonder klachtjes. Dus dat is wel heel fijn. Ja, je doet het samen centraal achterin met Massisse 10. Een beetje tegen Polen. Jullie, dat merk je wel een beetje. Jullie vullen elkaar aan. Ja, ik denk het ook inderdaad. Ik denk dat Massisse wat drukker is in de coaching. En dat ik eigenlijk weer wat meer rustiger ben. Maar ik denk dat het tot nu toe prima werkt zo. Hey, over vandaag, je bent eigenlijk niet in de problemen gekomen, hè? Nee, eigenlijk niet. Ja, ik denk dat we ongeveer eerst helft hadden we het wel wat moeilijk om druk te zetten op de tegenstander. Kwamen zo een paar keer op onze helft, maar er kwamen er ook niet echt heel veel gevaarlijke kansen uit. En uiteindelijk scoren wij 2 keer. En de tweede helft moeten we gewoon snel de derde maken om te zorgen dat je dat gewoon, de wedstrijd ook gewoon rustig uit kan voetballen. En eigenlijk bleef het doelpunt een tijdje lang uit, waardoor zij wel wat meer druk gingen zetten op onze helft. Maar ja, zoals je al zag, van op een gegeven moment scoren we de derde en dan is het eigenlijk ook wel een beetje gedaan. Ja. Hey, ik heb jou voor het eerst voor de camera. Vorig jaar lukte het niet, want dat seizoen was zo kort. Ja, je zit een echte Quick Boys man. Hoe voelt het? Ben je al een Rijnsburger geworden of kan je dat zo niet vragen of zeggen? Nee, ja, ik vind inderdaad, kijk, ik heb bij Quick Boys ook hele mooie jaren gehad. Daar ben ik begonnen als kleine jongen, maar ja, uiteindelijk heb ik de keuze gemaakt om naar Rijnsburger te gaan. En ik heb het hier prima naar mijn zin en de groep is leuk, de club is fantastisch, alles is goed geregeld. Dus ja, ik voel me ook wel heel erg thuis hier. Voel je je nog wel thuis in je eigen buurt in Katwijk? Want ik heb begrepen van je vader, die heeft me ingefluisterd, je woont echt in een buurt met allemaal Quick Boys mensen. Ja, nee, ze hebben wel voor de gekkigheid zitten zeggen van we gooien je ruiten door als je gaat scoren tegen Quick Boys. Maar uiteindelijk maak ik me daar niet zo druk om. Ja, als je het toch over Quick Boys hebt en die wedstrijd. Ik heb vorige week begrepen dat tijdens de voorbereiding op de training iedereen naar de loting keek. Toen kwam de bekerwedstrijd Quick Boys Rijnsburg eruit. De kleedkamer ontplofte. Juichte jij ook zo hard? Ik weet eigenlijk niet meer zo goed of ik eigenlijk echt zo hard juichte of niet. Ja, kijk, het is natuurlijk een hele mooie wedstrijd om te spelen. En ook omdat het gaat om de KVB-beker. En we gaan er gewoon een hele mooie wedstrijd maken. Ja, maar je gaat er toch helemaal voor? Je het liefst scoren waarschijnlijk? Ja, tuurlijk. Uiteindelijk gaat het erom dat we die wedstrijd winnen. En dat is het belangrijkste. En wie je scoort, dat maakt me allemaal niet uit.